Ik zie Peter daar aan de bar zitten. Dat betekent... Peter, dat is goed. Hij drinkt gewoon netjes appelsap. Hij moet straks nog weer de baan op natuurlijk. Peter is onze taxichauffeur en hij heeft hem hier binnengebracht. Bart-Jan, ja. Welkom. Jij zat vanochtend in de VIP-taxi. Bent hier naartoe komen rijden vanuit Amersfoort. Ja, hier zit een man met een keurig overhemd aan. Wel gesponsord trouwens hier, ja. Op het kraagje. Ja. Met een keurige trui aan. Wat is de reden dat jij hier bent? Nou, een paar maanden geleden ben ik begonnen met initiatief Ik hou van badminton. Dus ik stond dus vanochtend ook nog in de sporthal te coachen. Dus, badminton, dat is jouw lust in je leven? Dat kan je wel zeggen, ja. Ja. En hoe uitzicht? Waarom is dat zo'n fantastische sport? Want we doen het allemaal wel eens op het strand. Of is dat... Nee, dat noem ik ook badminton. Oh, toch wel? Ja. Nee, dat is juist het leuke van badminton. Echt iedereen kan het. Of je nou op de camping doet of op het strand. Maar ook inderdaad in de sporthal. Of je nou 6 of 7 bent. Of echt een topper die smashes met 420 km per uur speelt. Dat is badminton. Ja. En word jij ook boos als ze het hebben over dode duiven slaan en shuttelen en zo? Nee. Nee hoor, ik ben heel positief ingesteld hoor, dus dat doet me niet zoveel. Iedereen die het doet, dat is alleen maar goed, zeg je eigenlijk. Ja. Hoe gaat het eigenlijk met het badminton in Nederland? Nou, dat is wel de reden waarom ik met initiatief begonnen ben. Er zijn wat sponsorperikelen, er zijn wat bestuursperikelen. Maar even de toppers, die wilden in bepaalde kleding geloof ik niet spelen? Of de bond heeft een mooi sponsorcontract kunnen afsluiten. Is daarbij vergeten dat er een aantal waren die zelf al een sponsor hadden. Maar die moesten in het grote geheel mee en dat wilden ze niet. Nee. Dus de mot daar in de top, overigens, daar is altijd wel wat aan de hand. Hè? Iedereen doet het daar met elkaar, behalve bij badminton. Ja, we zijn erg goed in het creëren van negatieve publiciteit. Dat is wel knap. En daar wil jij wat aan doen en hoe ga je dat doen? Behalve hier te zitten. Nou, een van de dingen die we doen is en een website en een Facebookpagina waar we gewoon al het moois van badminton laten zien. Of dat nou interviews zijn of mooie YouTube-filmpjes. Of gewoon heel positieve sporters. Toen we net begonnen kregen we een tweet van Taufik Hidiat. Dat is de nummer 3 van de wereld. Die zei, natuurlijk wil ik meewerken. Want badminton kan niet groot genoeg zijn. Dus vooral heel positief naar de sport zelf kijken. De politiek eromheen, die laten we maar even los. Ja. Maar staan onze eigen toppers er ook achter? De Palliama's, noem ze allemaal maar. Ik ga je wat geven. Hij geeft me nu een kaartje. Oh, dat zijn kaartjes. Ja. En daar staan alle toppers op die zeggen wat zij vinden. Ik hou van badminton omdat mensen helemaal uit hun dak kunnen gaan door onze prestaties. Dat is een quote inderdaad. Nou, ja. Luister Bart-Jan, het werkt hier zo. Jij bent met die taxi gebracht. Als mensen thuis dit nou een fantastisch verhaal vinden, zeggen ik ben toch wel warm geworden voor het badminton-pleidooi van Bart-Jan. Dan moeten ze even sms'en. Taxi naar 2222. Als ze denken, het is en blijft toch een surfersport. En ze willen je niet op andere gedachten brengen, dan kunnen ze sms'en zelf naar 2222. Want dat is een beetje de crux aan dit hele onderdeel. Amersfoort is ver lopen hoor. Ja, dan moet je teruglopen. Ja, inderdaad. Dus mag je met de taxi, sms dan taxi naar 2222. En als je denkt, ik geloof het wel met dat badminton, sms dan zelf naar datzelfde nummer. Goedemorgen, de VIP-taxi staat voor u klaar. Heb jij een bijzonder verhaal? Weet je ergens heel veel van? Heb je speciale gaven of muzikaal talent? Stuur dan een mailtje naar cappuccino@ncrv.nl. En wie weet word jij op zaterdagmorgen opgehaald door de speciale Cappuccino VIP-taxi. En kom je live op de radio. Mail je naam, adres en telefoonnummer naar cappuccino@ncrv.nl. Iedere zaterdagmorgen op Radio 2. Cappuccino. Zometeen na 11 hoor je Bart-Jan of je met de taxi terug mag of dat het inderdaad lopen wordt naar Amersfoort. Kom maar op met die reacties op dit verhaal van het badmintonnen. Nog één liedje doen we? Ja, dat doen we. How Bizarre, hier is OMC. Brother Bellet's on the back, sweet singers on the front. Cruising down the freeway in my heart. Van den Berg. Cappuccino. We doen met je mee op zaterdagmorgen dat je het weet. Cappuccino is met dubbel P, dubbel C en dubbel suiker in mijn geval. Opening van de Volkskrant vanmorgen. Plastisch chirurgen gaan de strijd aan met de privéklinieken. En Sylvia Veerman van Wagensveld die kan erover meepraten dat het lang niet pluis is in heel veel van die privéklinieken. Een konijn dat kan high-fiven. We gaan het hier geloof ik zometeen meemaken.
En we zijn natuurlijk benieuwd hoe het afloopt met Bart-Jan. Die zat vanochtend in onze VIP-taxi, is hier naartoe gereden vanuit Amersfoort. Heeft een warm pleidooi gehouden voor het badmintonnen, Bart-Jan. Ja. Maar de vraag is nu, mag je met de taxi terug? Wordt het enkele reis of retour? Of zeggen we, ja, dat badmintonnen vind ik maar surf. Nou, ik ga even snel op de computer kijken. Ja, het is echt ongelooflijk. Het is een beetje, zeg maar, Voetbal International gisteren die de televisie ringde. Want ik dacht even, hij gaat het niet redden. Maar je mag gewoon met de taxi terug. Nou, dank jullie wel. En ik hoop dat het wat nieuwe leden oplevert voor de badmintonclubs in Nederland.